zeg allemaal hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Puur Chantal. Vandaag vanaf Parkstad Plaza hier in Kerkrade. Vandaag ga ik in gesprek met twee bijzondere gasten, namelijk Maurice Graaf, bekend als oud-voetballer van onder andere VVV Venlo, en André Mostert, onder andere bekend als sportvoedingscoach bij Roda. Deze lieve kinderen wat hier allemaal staan, die hebben allemaal super lekkere dingen gemaakt. En die gaan we vandaag proeven, toch? Ja. Nou, laten we lekker naar binnen gaan, zou ik zeggen. We gaan jullie mee? Ja. Maurice, leuk dat je even tijd voor me hebt. Vertel eens even aan de mensen thuis. Wie is Maurice? Maurice is een gepassioneerd mens die zich graag inzet voor een gezonde leefstijl. Wil dat op een inspirerende manier doen met topsporters, met leuke activiteiten, met Kerngezond TV. Om de voeding, absoluut. Ik was een van de eerste profvoetballers die hier in het Kerkraas onder streng regime van een voedingsdeskundige kwam te staan. Wat mij ook echt tot betere prestaties heeft geleid. En aan de andere kant heb ik een fan gehad in Maasbreen, het Venloze. Die was geboren met een open ruggetje. Die lag meer in het ziekenhuis dan dat hij thuis was. Leven lang in een rolstoel. En op een gegeven moment belde zijn vader, we hadden goed contact. Op een gegeven moment belde zijn vader van, goh, Remy moet weer een maand het ziekenhuis in. Een zware operatie in Nijmegen. Ik wil even dat je dat weet, dat we er voorlopig niet zijn. En dat was voor mij, ik was 20, 21, de eerste keer dat ik zoiets, ja, ik moet hier iets mee. Ik vond het al raar dat ik een fan had, ja. Maar als hij dan zo ziek is, ja, dan moet je wat mee. Dus ik heb een shirt van VVV gepakt, ben naar Nijmegen gereden, ben hem gaan verrassen met dat shirt. En als je dan op het moment dat je die deur binnenkomt en hij ziet je die ogen, dat zijn idool daar is, ja, dat is echt onbetaalbaar. En vanaf dat moment wist ik, ik vond de verplichting als voetballer al, maar ook nou voor alle topsporters, alle voetballers, die moeten zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. En kinderen zijn daar heel belangrijk in. En dat willen we met Kerngezond ook heel graag. Ja, we zijn hier vandaag in de WOK in Kerkrade, Parkstad Plaza. Ik vind het echt een fantastisch idee, want Kerngezond, wat doen jullie vandaag hier? Ja, we hebben een traject, Junior Chef, waarbij we aan de hand van vier smaakteams aan de basisschool De Sporenzoeker hebben we gevormd, na een wedstrijdje al. Van kinderen die één smaakteam ging een voorgerecht maken, één smaakteam een hoofdgerecht, één smaakteam een nagerecht en eentje voor de smoothies. En die zijn geholpen door André Mossart dan. Die heeft een paar mooie workshops gegeven. En uiteindelijk heeft dat zich geresulteerd in een finale waarbij wethouder Joost Lange, Roel Brouwers, ex-profvoetballer, en Danny Denk, de eigenaar hier van Parkstad Plaza, hebben beslist als jury welke gerechten hier een permanent plekje krijgen in het assortiment. Welke gezonde gerechten. Door kinderen gemaakt, door kinderen uitgezocht. In de hoop dat kinderen ook een gezonde keuze krijgen. Hoe is dat nou voor jullie om hier nou je eigen gerecht te eten? Ja. Wat vind je het lekkerste? De kip. Heb je die zelf gemaakt? Ja. De kip heb je zelf gemaakt. Ik vind het de aardappeltjes. Vind je de aardappeltjes, zoals jullie hadden gemaakt, was iets lekkerder? Misschien moet de kok dan maar een beetje helpen, hè? Ja. Ja. Nou, de kip is in ieder geval heel lekker, vind ik. Ja, ik heb nog sowieso. Hoe gaat het op school? Gaan jullie straks door met dit project? Of wat gaan jullie precies op school nog doen met de gezonde voeding? Willen jullie het voortzetten? Ja, we willen zeker bewust bezig zijn met gezonde voeding. En wij als leerkracht van de groep 6 gaan sowieso door met het project Kerngezond. Dus waar we ondersteund in worden om bewust bezig te zijn met gezond gedrag. Gezond en vochten natuurlijk, hè? Ja. En dames, thuis, hoe gaat het met jullie thuis? Zeggen jullie nou ook tegen papa en mama, we moeten wat meer aan de gezondheid denken? Nee, wij eten ook heel veel gezond, wij eten vaak spinazie of rijst. Nou, prima toch? En hebben jullie ook al de gerechtjes thuis gekookt dan? Ja. Ja? Ik heb ze ook al bij mijn hebben jullie al, dames daarachter ook, hebben jullie al de gerechtjes thuis ik gemaakt? Ik heb ook al een nieuwe smoothie met mijn een nieuwe smoothie, wat leuk! Ja, bospaas, frambos, sinaasappelsap,
aan aardbei. Goedemiddag André. Hoi. Wat leuk dat ik even bij jou mag komen kijken. Vertel eens even de mensen thuis. Wie is André? André is sportvoedingscoach. Ja. Ik ben sportvoedingscoach, ben voornamelijk eigenlijk bezig met sporters, amateurniveau tot Olympisch niveau. En voor een nieuw project sta ik hier in het Wereldrestaurant in Kerkrade. Ja, wat leuk zeg. Wat gaan we vandaag doen? Want ik zie hier allemaal lekkere verse ingrediënten. Wat gaan we maken? Wat we gaan maken, er zit eigenlijk een heel kort verhaaltje vooraf. We hebben in april van dit jaar zijn we gestart met gezonde gerechten te gaan creëren voor het Wereldrestaurant Park Plaza. En dat hebben we gedaan met een school. En ervoor gekozen om die kinderen zelf de recepten te laten bedenken. En die zijn we gaan maken. En die zijn door de jury zijn die goed bevonden. En nu gaan we ze hier, zijn ze eigenlijk al gemaakt voor het publiek. En ik ga nu nog een extra smoothie voor ze maken. Lekker, ik ben heel benieuwd. Nou, ga eens aan de slag. Dan ga ik ondertussen even kijken wat je gaat doen. Waar komt jouw passie eigenlijk voor voeding vandaan? Want je maakt eigenlijk van alles, hè? Ja, ik maak eigenlijk van alles. Mijn passie voor voeding komt eigenlijk van mijn ouders. Mijn vader en mijn moeder die zijn heel creatief met koken. En ja, zelf had ik zoiets van, dat vind ik ook interessant. Mm-hmm. Dus laat ik daar wat mee gaan doen. En als voedingsdeskundige moet je natuurlijk wel weten wat je de mensen voorschotelt. En je kunt niet zeggen van, ga maar lekker je frietje en je colaatje drinken. Daarmee ga je het redden. Dus ja, we zijn wel geprobeerd. We zijn wel gaan werken aan gezonde gerechten. Ja, precies. Nou ja, maar goed, ik heb natuurlijk zelf ook kinderen. En af en toe is het gewoon best wel moeilijk om iets gezonds te bedenken. Wat de kinderen ook lekker vinden. En ik zie hier twee heerlijke smoothies staan. Ik heb ze al geprobeerd. Maar als een kind ziet staan spinazie, denkt hij, nou doe maar niet. Maar het is echt super lekker, hè? Ja, het is heel erg gezond. En buiten dat kinderen ook extra veel vitamine en mineralen binnenkrijgen, is het ook een extra truc om meer groente binnen te krijgen. Mm-hmm. Ouders vinden het vooral heel lastig om kinderen groente te laten eten. Kinderen zeggen vaak, lust ik niet. Nou, standaard heb ik vroeger geroepen. Maar wanneer je kinderen erbij gaat betrekken om het te laten maken, ja, dan vinden ze het leuk. Is dat je ultieme tip ook om kinderen eigenlijk aan het eten te krijgen? Laat ze meedoen, laat ze meedenken, laat ze meehelpen. Ja, absoluut. Ik heb een dochter van 11, die stond op de 4e al bij mij in de keuken de pannenkoeken te bakken. Ik heb een zoon van, die is nou vorige week 5 geworden, die staat ook lekker mee in de keuken te helpen. En gewoon simpele dingen, al is het maar een komkommer schillen, al zijn het maar de champignons er midden halen. Laat ze bezig zijn in de keuken, want hoe meer een kind ermee bezig is, hoe leuker ze het vinden en hoe eerder ze gaan proeven. Wat ben je precies aan het maken nu? Want ik zie verse spinazie, als ik het goed heb gezien. Ja. Banaan. Wat gaat er allemaal in? Dat is een smoothie van? Een smoothie van water. Een klein beetje appelsap. Dat is meer voor het zoete. En zeker ook voor kinderen, die vinden dat dan iets lekkerder. 2 grote handen bladspinazie en een banaan. Oké, nou ik ben wel heel benieuwd. Dus, ja, even... Dit zijn nou de smoothies wat je nou gaat maken. Ja. We hebben ook gezien vandaag eigenlijk de andere gerechten. Wat vind je van de gerechten? Want de kinderen hebben echt wel hun best gedaan. Hè? Die hebben echt wel, ik vind, heerlijke gerechten gemaakt. Die eigenlijk ook voor volwassenen best wel lekker zijn. Want we hebben vandaag nu natuurlijk weer mogen proeven. Wat vind jij van de gerechten? Nou, we hebben ervoor gekozen om in ieder geval de kinderen de gerechten te laten bedenken. Er is nog wel een en ander aan bijgeschaafd om het zeg maar nog af te kunnen maken. Maar heel verrassend, als ik ga kijken naar de vorige gerechten, we hebben een aantal tapenades gemaakt die de kinderen heel lekker vonden, maar die de jury ook eigenlijk super vonden. Dus dat is één. Hij is al bijna klaar, ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben een hoofdgerecht waarbij zoete aardappel, de bataat, is gekozen. Die is in de oven is die gegrild. We hebben knolselderij en wortels. Nou, die knolselderij zat hier al niet in het assortiment. Dus een knolselderij is sowieso een toevoeging op wat ze hier hebben. Maar dat hebben we mogen toevoegen. En kip en zoetzure saus. Mm-hmm. Nou is die zoetzure saus niet uit een blik, maar is de zoetzure saus zelf gemaakt. Dus... Nou ja, goed, dankjewel. Nou, we gaan nog even genieten van deze smoothie. Ja, laat het smaken. Nou goed, voor de mensen thuis, als jullie receptjes willen nalezen, kan dat op de site van André Mostert zelf. We zullen dit onderaan straks nog even vermelden en dan kun je die gratis receptjes even downloaden. Nou goed, dankjewel. Proost. Proost. Dat is ook een mogelijkheid om altijd het fietsje op de vrijdagavond.
Hè? Dus een hele mooie manier om kennis mee te maken. Ja, leuk. De kinderen zijn dol enthousiast, hè? Dat zie je ook echt. Hè? En fijn dat ze ook echt alles durven te proeven. Hè? Dat, En ze brengen het ook naar boven op de kinderen in de klas, hè? Die dan uiteindelijk niet mee kunnen gaan, maar wel net zo enthousiast. Ja, precies. Ja. Nou, deze dames hebben meegedaan aan een project van Kerngezond. Dat is van Maurice Graaf en André Mostert. En de dames hebben allemaal super lekkere dingen gemaakt die heel gezond zijn. Hè? Wat heb jij gemaakt? Ik heb zitten aardappelen, frietjes, kip en salade. En wat wil jullie eigenlijk tegen de mensen zeggen? Of ze dat misschien ook een keer willen proberen, toch? Ja. Want het is heel erg gezond en heel erg lekker, hè? Ja. Als u kijkt in het buffet strakjes, dan ziet u bordjes bij staan van Kerngezond. Dus als u iets wilt proberen, dan horen wij straks graag wat u ervan vindt, toch? Nou, smakelijk eten en dankjewel allemaal. Dankjewel. Het is heerlijk. Wat vond je het lekkerste? Het hoofdgerecht. En dan het compleet. Met de quinoa salade, met de bataat en met de kip. Ja, en de lekkere frietjes, hè? De gezonde frietjes, de gezonde abo. Gezonde. Hey, maar dat is toch te gek dat je gezonde frietjes kan maken? Ja. Ik zag ook net hier mensen staan aan het buffet, die zitten te kijken, heel nieuwsgierig. We hebben ook een aantal mensen aangesproken van, hey, kijk eens wat we hebben gemaakt. De kinderen hebben speciaal iets gemaakt, ze gaan ook proeven, ze vinden het ook super lekker. Heb jij dan als iemand van Kerngezond nog wensen? Wensen voor de toekomst dat je zegt van, we willen dit meer doen op scholen, bedrijven, noem maar op. Wat zijn je wensen? Ja, we denken dat met zo'n traject als dit, zo'n juniorchef, dat je dat veel groter moet kunnen trekken. En dat je daar veel meer kinderen, maar ook de ouders ervan mee kan inspireren, niet beleren dus, maar inspireren om ook eens een gezondere keuze te maken. En vooral te kunnen laten zien dat gezond ook lekker kan zijn. Ja, vooral lekker, hè? Want veel kinderen denken, oh, spinazie eet ik niet, was ik net al uit het leggen. Maar als je het dan proeft, in zo'n smoothie bijvoorbeeld, je proeft het helemaal niet. En het is super lekker en gezond en ja. Spinazie, banaan, wie verzint dat? En het is, ik vind hem heerlijk. Ik vind hem echt lekker. Ja, Kerngezond. Wat doet Kerngezond nog meer? Want je doet ook iets op sportgebied. Ja, we hebben drie pijlers. Gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag. Laat duidelijk zijn dat dit onder het kopje gezonde voeding onder andere valt. Maar daar zit ook bijvoorbeeld onder een bezoek aan een teler. En dan het zelf kokkerellen, smaakles, suikerquiz. Dat verhaal, gezond ontbijt. Onder bewegen doen wij een heel aantal dingen, buiten het sporten. Ook het actief naar school gaan, niet je laten brengen door de auto, maar als het even kan, verkeerstechnisch ook, met de fiets of te voet. Het buitenspelen wordt gepromoot. En onder gedrag hebben we anti-pestlessen, wat ook een hele belangrijke pijler is, respect voor elkaar. En we proberen de combinatie te zoeken met andere doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, om die te betrekken bij activiteiten die we bijvoorbeeld een kookworkshop of dit traject, dan zou je dat dus ook een mooie combinatie kunnen zoeken. En ja, dat leidt uiteindelijk tot een 6, 7, 8 activiteiten op jaarbasis, wekelijks Kerngezond TV erbij. En op die manier hopen we dus een stukje gedragsverandering voor elkaar te krijgen. Dat ziet er fantastisch uit. Heel goed, heel goed. 30-40% meenemen naar het volgende jaar. Als jullie dat doen, dan zijn jullie heel gezond bezig. Compliment, echt wel. Ja? Zoe, wat neem jij mee naar het volgende jaar? Ja, was het nou nog 30-40% denk ik. Nee, je schoolspullen. Je schoolspullen. Ja, wie heeft deze smoothie gemaakt? Nee. Echt lekker. Spinazie, banaan, wie verzint zoiets nou? Ik ben niet.